Het is vandaag woensdag en ik ga vandaag naar Rotterdam met Roos. Gaan we eventjes wat fotootjes maken. En je hebt er dus ook de sale van Litchi met Rough Studios. Dus daar gaan we ook eventjes kijken. We zouden eigenlijk rond 11:30 gaan. Alleen we gaan met de auto. Roos heeft de auto vanaf 11:45. Dus ze is ietsjes later bij mij. Rond 11:45. En dan rijden we door naar Rotterdam toe. Ik ga eventjes ontbijten. Even een kwarkje eten, I guess. En eventjes een beetje alvast klaarmaken. Ik ga eventjes een collageenboostertje nemen en een koffietje nemen. Voor de mensen die mijn vlogs nu pas voor het eerst kijken. Ik gebruik dus altijd deze twee collageenboosters van Kabau. Dit is de normale collageenbooster en dit is de chai latte. Die doe ik dus soms zelfs voor mijn koffie heen. Maar ik denk dat ik nu eventjes gewoon die normale ga nemen. Hier mijn shake bacon. En dan ja, ik even lekker de dag op start. Het is echt super donker. Ik hoop dat de foto's wel een beetje gaan lukken. Maar goed, we gaan het zien. En anders ook geen ramp. Althans, ik moet wel echt één foto voor, van de twee foto's voor een samenwerking. Dus ik hoop dat die wel eventjes gaan lukken. En ik ben echt heel erg benieuwd naar die litjes. Want vorig jaar met die litjes heb ik dus echt twee super mooie jurkjes. Of drie zelfs super mooie jurkjes gekocht. Dus ik hoop dat er dit jaar ook weer eventjes wat tussen hangt. Het is zo donker. Het is echt niet normaal. Even dat lampje aan. Maar ik heb hem nu klaargemaakt. Roos is onderweg hier naartoe. En dan rijden we naar Rotterdam. Ik heb mijn kleren eventjes in een tas gedaan. Ik heb nu deze trui aan van de H&M. En deze oorbellen in van de Mango. Maar hier komt dus nog een jas overheen. Ik doe hem extra onder. Leuke sjaal bij me, leuke brilletjes. Ik heb drie outfits, dus moet goed komen denk ik. Ik heb er in ieder geval zin in. Ik twijfel alleen of ik mijn statief ga meenemen. Ik wil eigenlijk ook een reels filmen. Maar ja, op zich kan Roos natuurlijk ook gewoon die telefoon vasthouden. Dus dat maakt ook niet heel erg veel uit. Dus ik denk dat ik dat niet ga meenemen, want dat is ook weer zoveel gaan doen. Lippenbalsem op, die gaat wel mee. En ik denk echt dat ik het heel koud ga krijgen, want ik heb dus ook een outfit met laarzen en een blazer. Maar goed, alles voor de foto. Droomman gezien. Hier bij Artje 46. Rosa! Als je kijkt, bel mij. We lopen langs een etalage. Ziet, oh. Ze zegt, oh my god. Oh my god. Ja, maar ik had ook echt oogcontact met hem. Als ik geen droomlook in mijn mond had gehad, was ik naar binnen gegaan. Ja, we hebben net lekker broodje gegeten bij een filter. Dat is een heel leuk tentje. En dat broodje burrata was echt super lekker. Eerlijk? Ja. Ik ga nu mijn camera wegdoen, want ja, ik vind deze mensen heel eng. Roos is nu eventjes aan het betalen voor de parkeergarage. Ik weet niet hoe ik het geluid zachter kan doen van hier, denk ik. Nee, nee, andere kant. Maar er is dus ook een Litchi X Rough Studio sale in Rotterdam. En we zouden dus toevallig naar Rotterdam gaan, dus daar gaan we ook eventjes langs. Dat is hier 8 minuutjes vandaan ongeveer. En we hebben echt hele leuke foto's gemaakt. Even kijken. Ik kan wel vast wat laten zien misschien. Als die scherp wil stellen. Nee. Nou ja, in ieder geval, jullie gaan het al zien. Hoppa! En we gaan dus kijken of onze telefoon, want Roos heeft dus een plakhoesje aan het raam hier kunnen plakken, zodat we zo'n leuke reels kunnen maken. Dat gaan we ook doen. Ik had even het geluid er zacht gezet. Wat vonden we van de show? Het was zo kut. Ja, het sloeg echt eigenlijk helemaal het slot, op. Het sloeg echt nergens op. Er was, ze hadden echt misschien, ja, ze hadden 4 rekjes. Een uur rijden ze nu bijna, hè? En net was het 32 minuten. Ah, oh, zoveel file. Ja. Maar ja, ze hadden niet zoveel. Nee, ik moet onderweg ook nog tanken. Kan en ook heel veel grote maten. Ja, heel veel XL, XXL, ja. L. En we're not in. Ja, dat hebben we niet. Ik kan er denk ik misschien nog wel in, alleen. Nee, ja, maf Kees. En ook gewoon heel veel overdreven. Gewoon, ja. Ik snap wel dat het er nog hing, zeg maar. Snap wat ik bedoel? Ja, het waren inderdaad van die items waarvan je kan begrijpen dat niemand die koopt. Dat niemand het koopt. En ja, de rest van Rough Studio zelf was nog steeds best wel prijzig, vond ik. Niet echt stock sale prijzen. Nee, het was geen, ik vond het inderdaad geen stock sale prijzen. Nee. Maar goed, weet je, we hebben het gezien. We hebben geld bespaard weer. Nu weten we, voor jullie ook. Je hoeft er niet te gaan. Heen. Nee. En nu gaan wij een uur naar Fleur rijden. Bijna 50 minuten. Oh. Ik ben thuis.
We gaan toch verder met... We gaan aan het werk gezet, hoor. We gaan verder met Dagmar de Kamer. Maar iemand had gereageerd op mijn story toen ze een foto van ons zag bij IKEA. Ze zei, dit is leuk voor de vlogbaas. Dat jij je kamer wil. Oh, nou, jongens, welkom bij... Ja, dan had ik toch moeten filmen. Had ik de camera moeten pakken. Ik heb wel wat dingetjes van jouw kamer gefilmd. Ja? Ook toen we gingen verven. En dat je... Oh, jongens, ik ben nu... zit er heel even... Maar ik ben de dubbelzijdig plaktape en ik word midden aan te knippen. We gaan namelijk die posters van de senior ook wat laten zien. Die gaan we op de muren plakken. En we hebben het uitgekregen, dus als het goed is, moet het straks helemaal perfect recht houden. Oh, dat wordt prettig. Hier is een kutschaar. Ja, dat is wel goed. Toch wel? Ja. Of denk je dat ik hem echt van hier tot hier op wil? Ja, dat denk ik stukje wel. Voor stukje ook wel. Ja. Nou, en wat heb jij gedaan vandaag? Oh, dat heb je al verteld. Ja, dat hebben ze allemaal gezien. Nou, zal ik vertellen wat ik heb gedaan? Ja. Ik ben vandaag naar school geweest. En nou, we moesten rollenspel doen. Klinkt heel spannend. Was het niet. Was het niet. Dus ja. En toen ben ik met mijn oma gaan lunchen. Ook heel gezellig. Was dat leuk? Ja, was wel leuk. Weet je wat ik vannacht heb gedroomd? Nou. Ik werd vannacht ook helemaal verward wakker. Jullie waren ook laat wakker. Ja, we hebben de wekker echt 5 keer uitgeknipt. We wilden eigenlijk om 8 uur gaan sporten. Oh, hij was wel vrij. Nee, hij moest pas om over beginnen. Dit is echt een kutschaar. Ik word boos. Watch out. Watch out. Nou, het hangt. Het lijkt scheef. Oh, ik ben even aan het vloggen hoor, Fleur. Oh. Wacht. Ik kan niet zoveel. Zo beter. Het hangt, dat wilde ik zeggen. We hebben het best goed gedaan. Het lijkt scheef, maar het is echt recht. We hebben een waterpas opgehouden. Dus nou, het gaat wel meer de goede kant op. Die kast, zo ben ik incapabel. Ik wijs daarheen. Daar, die kast. Die ga ik nog licht roze maken. Nou, die kleren zijn wel een keer. Die doos moet nog weg. Maar verder, oh, en mijn bed ligt niet mooi. Wat stom ben ik ook. Moet wel goed laten zien dan, hè. En die posters ga ik ook nog veranderen, want dat past natuurlijk niet hierbij. En dit moet ik nog leuk decoreren. Dat doen we maar even na de kerst allemaal. Dit ga ik ook nog anders doen. Die gaat denk ik ook weg. En dan, nou, zo helemaal stukken beter dan eerst. Top, doei. Wij hebben iets heel leuks gedaan. Wij hebben namelijk Curaçao geboekt. Biba gaat daar... Oh, dit heb jij. Je hebt dit erop gezet. Ja. Ik dacht al, wat zit zij nou daar met? Ik zei nou erop. Biba die gaat eind januari gaat ze voor 5 maanden stage lopen op Curaçao. En 11 april is ze jarig, dus wij vonden het leuk. En een goed excuus om naar Curaçao te gaan. Ja, vooral dat. Dus wij gaan 6 tot 12 april gaan we naar Curaçao. Mika's there. Nee. No, we zijn no. Een Cura Days. Doosje. With a private pool. Oh nee, toch niet. Nee, heel leuk. Met Cor en Dom gaan we. Met Cor? Cor en Dom. Ja, maar ik dacht dat je alleen Cor zou vieren. Gaan met z'n vieren. We gaan met Cor, Dom en Fleur een keer. Ja. Gezellig. Ja.